Barry, hey, volgens mij zonder twijfel de grootste rockster die Nederland ooit gekend heeft. En met een behoorlijk groot deel van het verhaal wat nog niet verteld was. Dat is nu allemaal verteld? Ja, we hebben het al over een deel 2. Alles wat uit van de plank gevallen is. Maar ik denk dat het grootste deel er wel in staat, ja. Hoe was het om met hem te werken? Vermoeiend, drankzuchtig en geweldig. Niemand hoeft Barry Hay de bek open te breken. En dat is natuurlijk voor een biograaf een bijzonder prettige bijkomstigheid. En daarbij, de werkomstandigheden op Curaçao waren niet verkeerd. In zijn auto, naar een strandje. Als we de hondjes uitlieten 's avonds, als we in het zwembad lagen. Dat was waar de gesprekken plaatsvonden. Dus het was zwaar geniet eigenlijk. Terwijl het bandje volliep. En waren er dan ook verhalen tussen die eigenlijk te wild waren om in het boek te zetten? Als ik Barry Hay geweest was, had ik gezegd dat er verhalen tussen zaten die te wild waren. Maar Barry zelf heeft eigenlijk bijna niets aan te merken en alles laten staan. En wat vond jij het mooiste verhaal? Ik zelf, omdat ik de rauwe excessen van de rock'n'roll kant al wel een beetje het nodige van kende, vind ik het mooiste aan het boek uiteindelijk dat het een love story is. Een onwaarschijnlijke love story eigenlijk tussen Barry en Sandra. En gezien hun beide verleden, dat zij elkaar gevonden hebben en dat zij hun leven nu leiden zoals ze dat doen. Met twee prachtige dochters die allebei met beide benen op de grond staan. Je moet het boek ervoor lezen om het echt te snappen, maar dat is best een prestatie.